Ben je de fiets nog niet zat, Tom? Nee, zeker niet. Nee, dat gaat ook wel lang duren, denk ik, voordat ik die zat ga zijn. Ben je wel een beetje bijgekomen van de Tour? Ja, bijgekomen. Natuurlijk, Tour is elke dag heel lange etappes. En gelukkig is het hier iets korter. En wat dat betreft gaat het de goede kant uit. Hoe kijk je terug op de Ronde van Frankrijk? Goed. Vier etappes natuurlijk weer uniek om dat te bewerkstelligen met het team. En heel blij om ook Parijs te hebben gehad. Ja, Koen, ben je niet verkeerd hier? Ja, zo zou je het wel zeggen. Nou ja, fietsen is de basis voor het schaatsen en het is leuk om mee te rijden. Het lijkt me mooi om een keertje tussen die jongens te fietsen en ja, dat kan hier zo. Dus dat is een leuke ervaring. Bram, je lijkt wel de grote blikvanger hier. Ziekte zo heet, ja. Ja, weet ik niet. Ja, goed, weet ik niet, joh. Ja, jij kan het constateren natuurlijk. De meesten willen met jou de foto. Oh, nou ja, dat is heel fijn. Ik ken natuurlijk ook een verschrikkelijk mooi gezicht, hè. De grootste attractie was natuurlijk Alexander Christophe. De Noor die in de Ronde van Frankrijk maar liefst twee etappes wist te winnen. Ja, we hebben meer big stars, also Terpstra, Tom Wheeler, it's many big names, Langeveld. So it's not only me, but maybe I'm the only abroad star. So yeah, I will see. Maybe all the Dutch go against me, I don't know. Dan nog even terug naar de knapste man uit het peloton. Bram Tankink, 35 inmiddels, lijkt elk jaar weer beter te worden. Ja, ik heb het echt zwaar, maar wel goed. Ik was echt super in conditie. En inderdaad, net wat je zegt, ben ik een van mijn beste tours ooit heb gereden. En het is wel lekker hoor, op 35-jarige leeftijd. Ja, want ik had toch wel tussen een beetje twijfels van, ja, hoe lang moet ik nog doorgaan? Maar ja, als het zo gaat, als het ook jaar beter wordt, ja, dan kan ik nog wel een tijdje door. Dat geldt ook voor de man met de meeste kilometers in de benen van het hele peloton, Albert Timmer. De renner uit Gramsberg heeft alle grote rondes al gezien, al blijft Steenwijk toch een van de leukste wedstrijden. Uiteraard, ik bedoel, het is toch wel leuk, vooral omdat het hier in Steenwijk is. Het is dichtbij en zoveel kansen zijn er niet voor mij om dicht bij huis te rijden. Dus dat maakt het extra leuk. En dit zijn de rondemissen die even rondkijken op wie ze het geld moeten gaan inzetten. De grote favoriet heeft al een advies. Al het geld op Christophe. Ja, maybe it's not too stupid. I will try to win and we'll see how it goes. Dan de wedstrijd. 75 rondes, in totaal 80 kilometer voor de 45 deelnemers. Weinig toeschouwers, lag ook aan het weer, want er viel nog wel wat regen en dat leverde ook gladde klinkers op. Maar gelukkig bleven valpartijen bespaard. Christophe dus de enige buitenlandse troef in Steenwijk. En geen Nibali bijvoorbeeld. Die vraagt voor één criterium maar liefst 45.000 euro. Ja, dat was de organisatie in Steenwijk iets te gortig. En dus moesten de toeschouwers het met name met de regionale renners doen. En met schaatser Koen Verweij, die hier wordt aangemoedigd door Lotte van Beek. Uit Zwolle, Olympisch kampioenen, ook op de schaats. En als de duisternis dan is ingevallen, is de finale van het spektakel van Steenwijk daar. Terpstra is hier vooruit, maar dan is het daar alsnog Alexander Christophe die Terpstra, de winnaar van Parijs-Roubaix, weet te verslaan. Tom Velers uit Oldenzaal wordt derde. Maar de grote favoriet maakt zijn naam dus waar in Steenwijk. That was really close. I felt Giant had him under control, Terpstra, but he had something left for the last meters and we barely took him at the end. So I'm happy.